Waarvoor zijn we hier vandaag? Nou, voor de grote Maas Cleanup natuurlijk, 2020. Is het nodig? Ja, het is hard nodig. Het is nog steeds zo dat mensen spullen weggooien in de natuur. En dat we zwerfafval aantreffen. En ja, we weten inmiddels allemaal wel dat het heel erg slecht is voor de natuur. Dus dat willen we er graag uitvissen. Wat ben je allemaal tegengekomen? We staken hier van wal en we kwamen gelijk een Haribo snoepzakje tegen, zeg maar. Dus verpakkingen van snoep en wikkels van marsen en nutsen en dat soort dingen, dat komen we veel tegen. Hoe groot is het plastic probleem? Hier in het natuurgebied, het Leuke Meer, is het redelijk schoon. Alleen wij van Plastic Whale, we komen uit Amsterdam. In Amsterdam varen we elke dag. Daar is het echt een enorm probleem. En we weten natuurlijk allemaal dat het wereldwijd een heel groot probleem is. Iedereen kent de soep in de oceaan. Ja, dat is echt van een enorme omvang waar we iets mee moeten doen. Het zijn ook wel unieke boten, hè? Ja, zeker. Ze zien er niet alleen leuk uit, maar ze zijn ook nog voor het grootste deel gemaakt van gerecycled PET uit de gracht van Amsterdam. Dat zijn gewoon oude waterflesjes. Die hebben we omgetoverd tot zo'n mooie boot. Ik ben erg blij dat ik schipper ben op een bootje en dat we dit buiten doen. Dus hier kan er iets meer. Normaal varen we met 8 à 10 mensen op een bootje. En nu in verband met corona maar met maximaal 5, inclusief de schipper. Dus er kunnen 4 gasten mee. Dus we hebben het aangepast en dat kon gelukkig doorgaan. Als mensen meer willen weten over de clean-up acties, waar kunnen ze dan terecht? Nou, sowieso is het heel interessant om bij cleanup.nl te kijken en vooral ook bij schonerivieren.nl. Dan kun je echt precies zien waarom het zo hard nodig is om de rivier de Maas nog schoner te maken dan dat die al is. Is het nou leuk, vissen op de Maas? Zolang het voor troep is, vind ik het leuk. Meer nieuws uit eigen regio? Download onze gratis app maasduinencentraal.nl.